Hallo iedereen, welkom terug op mijn nieuwe vlog. Vandaag ga ik een leuke dag van maken. Ik ga samen met Brechtje naar Rotterdam toe. Naar Dus evenement. Dat houdt eigenlijk in voor speciaal voor mensen die modellen zijn. Voor een catwalk zoals vanuit het buitenland of hier in Nederland doet. En voor ja, zeg maar verschillende activiteiten zoals ja, modeshow en noem maar op allemaal. En ook voor stylisten en ook voor speciaal voor mensen voor visagie doet. Zeg maar zoals ik doe, zeg maar make-up artist tijdens backstage. Dus vandaag ga ik niet werken, vandaag niet bij achter backstage. Maar ik ga dan gewoon als publiek voor mensen die daar gaan zitten voor modellen. Dus ik ga voor Brechtje steunen voor vandaag. Ze is heel super zenuwachtig. Natuurlijk is alles heel erg spannend wat ze allemaal moet doen en... Dus yes, ik neem jullie gezellig mee. Lijkt me leuk om met jullie te delen. Wat daar voor het eerste keer dat ik daar ook naartoe ga hoor. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er daar, hoe de sfeer is en hoe de mensen zijn. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb heel erg veel zin in. En ja, tot zo. Zij kan beter uitleggen, want ik ga met haar mee om natuurlijk te steunen zoals jullie hebben uitgelegd. Ja, maar gewoon blijven praten, je moet gewoon. Ja, vandaag gaan we naar het Dutch Model Event. Het is een event voor modellen uit heel Nederland. Er komen meer dan 15 bureaus. En er zijn scoutrondes voor catwalk, ook voor modeshows. Dus ik ben benieuwd of ik wat erbij kiezen. Dus het wordt heel erg exciting, ik heb wel zin in. Ook een beetje spannend, dus let's do this. Yes. Ik vind het heel erg spannend op dit moment. Hij weet niet eigenlijk. Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja, om te hakken lopen en dat doen we zo vaak. Maar het is goed, als je goede spanning hebt, dan weet je waar je. Oh, die bellen, die gaat even remmen hier op. Ja. Maar het komt helemaal goed. Het komt helemaal goed hoor. Ja, daarom. Dus ik ben blij dat ik met haar meega. Dan kan ik haar steunen natuurlijk. En dan zullen we het zien als we daar zijn. Yes? Yes. We zijn er eindelijk, we waren een beetje verdwaald, maar we hebben eindelijk kunnen parkeren. We gaan nu langs, we gaan nu lopen naar Hotel Wings heet het. En daar is de plek waar we naartoe moeten. Yes, let's go! Een uurtje wachten, een uurtje en dan...
zit eindelijk weer in de auto. En het was super gezellig. Hoe heb jij ze ervaren, Brechtje? Nou, ik vond het heel spannend, maar het viel mee. Ik ben helaas niet door naar de scoutronde. Maar je hebt wel toch goede best gedaan. En volgende keer weer een kans. Plus ik zit natuurlijk al bij Tutti Models, voor brood. Dus we gaan gewoon weer knallen de volgende keer. Yeah! We zijn nu even in de file, dus we gaan nog lang duren tot thuis zijn. Maar het komt helemaal goed. Yes. McDonald's. Ja, we hebben inderdaad, we zijn even langs naar McDonald's geweest, want ze had zo erg honger. Hey, nou, milkshake, bring all the boys to the yard. And it's better than yours. Maar ik moet wel zeggen dat vrouw van Mandela, daar wil ik toch weer jullie meegeven. Sommige mensen die, of nou ja, laat maar zeggen, ik was ook natuurlijk ook jong geweest. Natuurlijk, als je voor de eerste keer hak gaat lopen, moet je ook leren hoe je moet lopen. Maar je hebt soms, dat is wel, ja, hoe vind jij het dan eigenlijk? Dit was een beetje... Zo jong mogelijk beginnen, ja. Als je model wil worden. Op tijd beginnen met cursussen, trainingen om te lopen. Ik kan goed shooten, maar ik vind lopen nog best lastig. Ja. En jezelf geloven is heel belangrijk. Zelfvertrouwen. Goede connecties. Ja. Heel belangrijk. Ja. Maar hoe en vaak, nooit opgeven. Altijd doorgaan. Ja, maar hoe vaak je op hak loopt, hoe makkelijk het is. Ja. Voor een model, zeker. Zeker. En ik als danser heb ik ervaring ook gehad met showteams, zeg maar. Je moet, met hakken moet je echt trainen daarmee. Dus je kan niet, zeg maar, of ja, het kan wel met platte schoen, maar het ligt eraan wat voor, wat voor show je doet. Ook voor de spiegel oefenen is ook een goeie. Ja. Goeie ja, hoe je poos doet, hè? Ja. Zwijk en poos! Ja. Oké, we moeten even houden we. Nou, ik hoop dat je het echt leuk vindt. En doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En jullie weer volgende keer weer. Houdoe! I'm